Sterrenbeeld Maagd. Maagd, van harte welkom bij jouw maandreading voor de maand maart 2024. Leuk dat je er weer bent. Ik heb er natuurlijk ook weer heel veel zin in. En uh, we gaan eens even kijken wat ik voor jou allemaal mag zien. Ben je nieuw hier? Ook van harte welkom. Mijn naam is Mireille van Rijn. Alle informatie lees je hieronder in de beschrijving van deze video. En uh, voel je vrij om je natuurlijk gratis te abonneren op dit kanaal. En vergeet dan ook niet je notificatiebelletje. En ik heb afgelopen keer um, Spiegelbeeld Magazine verloot. De winnaar is ondertussen al bekendgemaakt op dit kanaal. En ook deze maand maak jij weer kans op een proefabonnement. Van onder andere Spiegelbeeld Magazine. Maar dat is natuurlijk niet alles. Wat heb ik nog meer voor jou? Je ziet hier eigenlijk al liggen deze geweldig leuke kaartenset. Die wordt je aangeboden door tarot.nl en ook deze maand maak jij kans op dit geweldige dek. Wat moet je daarvoor doen? Natuurlijk, zorg dat je geabonneerd bent, je belletje aan hebt gezet en laat me dan even weten in een reactie onderaan deze video dat je graag kans wil maken of op het Spiegelbeeld Magazine abonnement van drie maanden. Of op dat leuke kaartenset. En vergeet je duimpje natuurlijk ook niet uh, omhoog te doen. Dat kan ik sowieso heel erg waarderen. Iedereen natuurlijk ook weer heel erg bedankt. Hè, voor al die lieve openhartige reacties. En al jullie steunberichtjes. Uh, in verband met Rinus ook super lief. Dat heeft ons heel erg goed gedaan. Ehm... Um... Nou ja, we gaan lekker verder met deze kaarten. Dit zijn ook hele gave kaarten. Alle andere uh, kaartendecks, ik heb alles op een foto gezet. Die zal ik in de community zetten, zodat je weet welk kaartendeck wat is. Um, en nu gaan we met deze erbij werken. Kijk eens even: zwaarde 9 en de magier. Wat is er aan de hand, lieve, lieve maagd? Ik ben heel erg benieuwd. Pakken we gelijk deze er even bij. Eens even kijken, wat speelt hier? De magier, dat betekent eigenlijk dat je dat je, uh, ja, je, je, je kunnen, je gaven, je tools veel beter leert gebruiken. Dat je dus letterlijk kunt creëren wat je maar wil. Hè? Wat je van boven binnen krijgt, dat kun je dus door jou heen gebruiken om uh, zaken neer te zetten. Maar je hebt het gevoel dat je ergens vast zit, dat je gebonden zit. En dat hebben ze op deze kaart ik ook zo mooi. Laten ze dat zien. Moet je eens kijken, wat een prachtige zwaan. En als je heel goed kijkt, zie je hier eigenlijk een bandage om de vleugels heen. Maar je hebt natuurlijk niet letterlijk een, een touw om je vleugels. Hè? Um, het is een mentale kaart. Dus jij bent ook in staat om jezelf daar weer van te bevrijden. Dan hebben we hier staven 9 samen met bekers 8. Dus waar zit jij dan nu in? Of ga je binnenkort in verkeren? Ja, jezelf losmaken. Want bekers 8 heeft met zelfbescherming te maken. Um, en het achterlaten van alles wat jou niet heeft vervuld. Um, dus dus je gaat heel erg kijken: van ja, wat neem ik nog mee, wat laat ik los, waarmee ga ik verder? Uh, je hebt het gevoel dat je jezelf heel erg moet beschermen, maar dat maakt ook wel uh, dat je piekert, dat je wakker ligt, dat je je wat gebonden voelt. Um, terwijl je eigenlijk alles heel goed op een rij hebt, maakt als iemand natuurlijk heel analytisch is, zijn het de maagden wel. Um, dus neem even je ruimte en je tijd. En er komt. Uh, ja, dat is ook weer maagd, hè? Dan moet dat even anders. Uh, er komt natuurlijk ook weer een fase van nieuwe inzichten en ideeën aan. Voordat we daar naartoe gaan, wil ik eens even kijken wat hier speelt. Want we hebben hier karma. Het rad van fortuin. Het karmisch wiel. Waar jij doorheen gefietst bent. En niet zomaar hoor, want er waren heel wat hobbels uh, op, op het pad waar je doorheen gegaan bent. Maar je hebt een heel uh, karmisch proces doorlopen en voltooid is het wel natuurlijk belangrijk gematigdheid dus uh, een beetje van dit een beetje van dat een beetje water bij de wijn uh, niet te veel wijn bij het water want nou je snapt hem wel maar zorg voor een beetje balans uh, dat is heel erg belangrijk dus je bent ook in het balans aan het komen. Kijk, en als je dan weer opnieuw naar deze kaartduiding kijkt, dan begrijp je ook waarom je misschien even het gevoel hebt, ik moet mezelf beschermen, ik moet mezelf in acht nemen. Misschien pieker je daarom ook wel, omdat je vooruit wil, maar je voelt ook ergens aan je water dat je het een beetje rustiger aan moet doen. En wat heb ik hier bij dat Rad van Fortuin nog meer? De Hoge Priesteres. Je bent zo diep naar binnen gegaan, of je gaat nog heel diep naar binnen bij jezelf op zielsniveau. Uh, je hoeft maar te luisteren vanuit je hart en je weet dat het klopt. En dat jouw zielzaak je hier voltooid heeft. En dat betekent groei. En groei, ja, daarmee kun je weer opnieuw verder creëren. Munt 10, hoe mooi is dat? Dus financieel ga je best lekker, of mag je verwachten dat je weer heel lekker zult gaan? Maar er ligt wel een waarschuwing bij: hè? genezing, gematigdheid, klopt. Uh, maar wat ook, het is dus gevoel en verstand, gaan ook een beetje samen laten werken. Maar wees ook een beetje voorzichtig dat je niet al je geld weer allemaal uitgeeft. Dus hou het, hou het een beetje in het midden. Kijk eens even: het bootje, dus zwaarde 6. Geestelijk reizen, zeker op deze positie samen met die ster. Um, maak gebruik van je hoogpriesteresse energie, die heel duidelijk aanwezig is. Want de ster. Um, 1. Inspiratie. 2. Geef aandacht aan je dromen. Uh, dan kun je ze werkelijk manifesteren. En dan heb ik het niet over een een of ander kasteel... en een uh, schatkamer en dat soort sprookjes. Maar wat jij daadwerkelijk wil vanuit je ziel. Hier is het overduidelijk. Het is je duidelijk aan het worden. Het gaat je steeds duidelijker worden. Hier kun je het in werking stellen. En daarom word je een beetje afgeremd en ga je het zien. En dan weet je ook hoe je moet gaan bewegen. Want zwaarder is dus ook een kaart van beweging. In beweging komen. Um, je kan wel uh, willen vluchten, maar je neemt altijd jezelf mee. He, dat zeg ik ook altijd bij die kaart. Nou, en de ster is ook op de lange termijn werk, carrière. Uh, het buitenland ligt daar eigenlijk ook. Dus misschien heb jij wel met buitenlandse zaken te maken of ga je daarmee te maken krijgen. En natuurlijk kan het nooit 100% met alle machten resoneren. Haal eruit waar je wat mee kan. Als je er niks mee kan, laat je hem even. Dan kijk je hem bijvoorbeeld over een week nog eens terug. En je kunt natuurlijk ook altijd even kijken naar. Naar de video waar jouw maan in staat, of je ascendant. En als je niet weet hoe dat werkt, ook daarvoor uh, staat er een video op dit kanaal. Kijk eens even: de nieuwe maan, uitvinding, schildknaap van Staven. Dus je bent aan het wachten op berichten en die berichten hebben te maken met een nieuw project of iets nieuws, een nieuw creatief proces. Super, super mooi. Echt waar. Hier hebben we een zwaarde 6, maar hier hebben we weer een zwaarde 6. Hier staat hij voor ontwikkeling. Ik zeg beweging. Maar dat is wel hoe jij daarnaar kijkt. Dus we gaan eens even kijken welke kaart daar nog meer bij komt kijken. Schuif schrijf ze een klein beetje meer die kant op. Zodat we wel een beetje overzicht houden in alle kaarten. Anders wordt het één plaat. En dat is voor jou als kijker natuurlijk ook niet fijn. Eens kijken wat ik hier heb. Staven 3. Ja, kijk eens even. Dus ontwikkeling buitenland, ontwikkelingen in beweging komen. Hier hebben we nog een keer, die zwaarde zes. En daar komt dan die stave drie bij kijken. En stave drie, ja, wat neem je mee? Uh, ga je letterlijk op reis? Je gaat je horizon verbreden? Je gaat verder kijken dan je neus lang is? Betekent niet dat alle maagden ineens met het buitenland te maken hebben. Uh, het is over grenzen heen gaan. Dus uh, over je eigen grenzen heen gaan, maar dan in de positieve manier. Want een maagd is toch wel erg van de... Uh, structuur en regelmaat, maar je mag out of the box. Je mag uh, grensverleggend denken, je mag grensverleggend uh, manifesteren. Dus je mag wat meer uit die kaders. En uh, ja, je gaat ook echt kijken: van ja, wat er nog terugkomt, neem ik mee. Uh, maar die fase heb je al gehad, hè? Dus uh, de fase van zelfbeschouwing van uh, wat jou niet vervuld heeft, dat laat je ook gaan. En dan ga je kijken wat neem ik verder mee. Nou, hier hebben we een, uh, een nieuwe maan. En hier hebben we weer zo'n prachtige maankaart. Uh, en moet je eens even kijken. Een afnemende maan ligt hier. Dus als we even goed naar die manen kijken, van die afnemende maan, steeds meer afnemende maan, eigenlijk gaan we naar die volle maanfase. Dus we zitten in een bepaalde cyclus van bijna een maand. Hè? Met een D, maar ook wel een maan. Die is er niet voor niks in de maand verwerkt. Um, vanuit je spiritualiteit creëren. Um, geef aandacht aan wat je daadwerkelijk wil. Hier komt die manifestatie eraan. Dus bereid je voor naar de nieuwe maand toe en dan naar die volle maand toe. Maak gebruik he, van al je tools, zeker als je hoge priesteres hier ligt. Kaart van de geliefde. Um, tuurlijk willen we altijd dat dit liefde is, maar dat heeft ook met beslissingen te maken. Uh, met het maken van keuzes. Eh, wat kies je en stem je af met, met boven, zeg maar? Maar waar heeft dat nog meer mee te maken? Munte 8. Een munte 8 is een kaart van focus, van promotie, van groei. Groeimogelijkheden. Um, in je eigen onderneming, op het gebied van werk, carrière, uh, financiën. Wel heel erg focussen. En je vindt het eng om keuzes te maken, omdat je het gevoel hebt waarschijnlijk dat het heel veel impact kan hebben. Maar dan heb ik hier wel de koning van munten. Veiligheid. En dat is ook wat jij graag wil. Um, koning, koning, uh, hebben we nog meer hofkaarten? Nee, dat waren tot nu toe de hofkaarten. Ik was even benieuwd, bij sommige trok ik heel veel hofkaarten. En dan heb ik hier munten vijf. Je angst om alleen te blijven. Je angst om in de steek gelaten te worden. Je angst om uh, niet financieel uh, gezond te zijn. Die heb je hier overwonnen. En dat laat ook die koning van Munten zien. Hè? Um, durf hulp te vragen. Durf jezelf open te stellen voor jezelf. Als je bereid bent om te focussen, die keuzes durf te maken. Is dit echt verleden tijd en zit jij op je troon? Dus hoe mooi wil je het hebben? Toch wil ik natuurlijk ook wel weten. Ja, wat gebeurt er nou verder nog in de liefde? Want ja, die schildknaap van Staven wacht op nieuws. Uh, kunnen berichten aankomen op het gebied van liefde en laten we eens kijken wat er verder nog uh, voor jou is maagd. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we eens even kijken. Romantische gevoelens. Je gevoelens zijn echt en de moeite waard om te onderzoeken. Zie je wel? Want ik voelde wel dat er liefde aankwam of de liefde een nieuwe impuls gaat krijgen. Dus hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. En wat heb ik nog meer? Maak jezelf vrij. Het is tijd om de regie van je eigen leven weer in handen te nemen. Ja, en dat heeft allemaal met dit stuk te maken: dat karmische wiel. Dat karma, dat karmapatroon wat je moest doorlopen voor die groei van die ziel. Heling, heling, want de ster is ook heling van de ziel. Gematigheid is een heling. Je gaat het allemaal zien en ineens begrijp je het. Ineens vallen al die kwartjes waarom nou. Jij door een bepaalde fase heen gegaan bent. We gaan eens even kijken met de Engelse antwoordenkaarten. En hoe leuk is het dat jij gewoon voor jezelf nu een vraag mag stellen terwijl ik de kaarten schud. Het kan een hele persoonlijke vraag zijn, dat kan een vraag zijn naar aanleiding van deze kaartlegging. Gaat het je te snel? Zet hem even op stil. En als je je vraag duidelijk hebt, zet je hem weer aan. En dan ga ik een kaart trekken om jou antwoord te geven op je vraag. Eens even kijken wat de engelen zeggen. Het zijn vrij nieuwe kaarten. Dus ze zijn nog wat stroef. Ik heb ook een video gepost hè, met al deze kaartendecks op, uh, op YouTube. Dus die kun je ook altijd even bekijken als je dat leuk mocht vinden. Eens kijken wat ik hier heb. Ik voel dat hij vast zit. Ja, zie je wel. Binnen een paar maanden. Nou, ik weet niet waar je naar onderweg wil. En wat je vraag is geweest. Ik mezelf maagd, maar ik doe het ervoor. Alsjeblieft. Binnen een paar maanden. Wauw. Dan gaan we nog even met de Tree of Life kijken. Wat daar jouw boodschap van is. En dit zijn ook zulke gave kaarten. Je hebt er wel wat astrologische kennis voor nodig. Uh, daar hoef je geen astroloog voor te zijn. Maar hoe meer je weet, hoe fijner. Eens even kijken. We gaan eens even kijken wat jouw Tree of Life kaart is. Maakt. Ik ben ontzettend benieuwd. De Personality Triangle. Personality, nature en mindfulness. Wauw, ik ga hem uitleggen, want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, waar hou je dit allemaal weer vandaan? Dit is de levensboom. En hier zien we, dit is het middelpunt. Dit zijn onze chakra's. En dan zien we hier vooral Mercurius. Nou, als één planeet jouw heerser is, is het de planeet Mercurius. Dan zien we hier de maan, de verbinding ook van de maan. Um, en dan zien we hier Venus. Dus dit is heel veel um, energie vanuit de ziel, vanuit de intuïtie. Uh, Mercurius heeft natuurlijk met jouw denken en je communicatie te maken. En je mag Venus, jouw maan en Mercurius samen gaan laten werken. Dat gaat jou verder helpen. Dus dit is de persoonlijke driehoek voor jou. Hoe gaaf is dit? En dit is de wortel van jouw hele levensboom. En deze drie punten hebben nu extra aandacht nodig. Dat zagen we ook met die maankaart en die maanfases. Wil jij meer weten over maanfases of even verdiepen? Er staat op Puur Media, maar ook op je uh, Weet Meer. een blog met alle maanfases uitgelegd ook. Hè? Dan zie je ook alle manen voorbij komen. Dus neem dat even mee. Dan ga ik natuurlijk nog een Isis-orakelkaart trekken om het af te sluiten. En dan heb je. Van wauw, ik vind het echt super gaaf. Zou jij voor mij eens een persoonlijk consult kunnen doen? Natuurlijk, dan ben je dus ook altijd van harte welkom. Kijk eventjes op www. Weet meer voor alle mogelijkheden: het kan in de praktijk of telefonisch. En voor een direct telefonisch consult ga je gewoon naar www.puremedium.nl en dat is natuurlijk niet alleen maar een belplatform. Puur Medium staat bomvol spirituele informatie. Dus ga gewoon eens even kijken wat er allemaal te vinden valt. De Donkere Mysterieën. Treed binnen de kamer van de Donkere Godin. Wauw. Ik ga even uh, kijken welk nummertje dat is. Of uh, 41. Pak ik even mijn bril. Zo, en dan gaan we eens even kijken wat die uh, kaart wil vertellen. Kaart 41. Donkere mysterieën. Daar heb ik er. Eentje te ver. Nou, dan wil ik hem heel snel pakken en dan moest ik toch deze hebben. Dat zul je altijd zien. Hè? Maar goed, spoel maar gewoon door als het je te lang duurt. Oké, okay, daar gaan we. Ik ga de kaart in, uh, in de lens houden of zoveel mogelijk in beeld houden, laat ik het zo zeggen. En dan ga ik de tekst met jou delen. Alleen de begintekst, de eerste boodschap. Treed binnen de kamer van de donkere godin. De donkere godin nodigt je uit in haar innerlijke kamer, waar ze een test en een geschenk voor je heeft. Voor de test moet je bereid zijn de angsten in jezelf, die je heimelijk hebben tegengehouden, tegemoet te treden en los te laten. Het geschenk is vrijheid, vrede, mogelijkheden en voorspoed in al zijn vormen. Neem je haar uitnodiging aan. Het is tijd om, je verder, om verder ingewijd te worden. Wanneer de donkere godin je roept, verandert dit je hele leven. Het is niet alleen gemakkelijk, maar de beloning voor degene die aan haar oproep gehoor geven en haar innerlijke kamer betreden, zijn buitengewoon. De beloning is een leven dat onverschrokken wordt geleefd. Het geschenk van liefhebben en kunnen zijn wie je werkelijk bent zonder anderen te hoeven imponeren of voor anderen te hoeven buigen uit angst voor afwijzing. Hoe mooi is deze kaart? Kijk eens even. Hier ben je voorbij. Hè? De angst om in de kou te blijven staan, de angst dat je alleen blijft, de angst om in de steek gelaten te worden, de angst geen geld te hebben, uh, financieel niet voldoende te hebben. Terwijl hier jij. Uh, heel duidelijk de boodschap hebt, maar dat is wel waar dit allemaal naartoe gaat. En dan gaat zij hem nog eens even bevestigen. Dus maakt, maakt er een waanzinnig mooie maand van. Laat me weten hoe je de uh, reading hebt ervaren. Ik zou het heel leuk vinden als je even je duim omhoog uh, doet. Vergeet je niet te abonneren. Wil je kans maken op Spiegelbeeld of dat geweldig leuke kaartenset? Laat het dan natuurlijk ook even weten in de reactie. Zeg het het, want je weet maar nooit... Welkom maakt er door uh, het delen van de video door jou, jou eeuwig dankbaar zal zijn. Ik wil jou weer heel erg bedanken en uh, ik zou zeggen tot de volgende. Dankjewel. Doei doei. Herken je de frustratie van het onthouden van de betekenis van iedere tarotkaart? Maak je geen zorgen. Tarot spreekt tot ons op een diep, intuïtief niveau door zijn symboliek. In mijn training focus ik op de onderlinge samenhang van de kaarten en hun symbolen, waardoor je de betekenissen intuïtief gaat begrijpen. Ben je klaar om een leven te leiden in samenwerking met jouw intuïtie, met tarot als je gids, om echt te begrijpen wat tarot jou te vertellen heeft? Sluit je dan aan bij mijn online academy bij Tarot Master. Maak je keuze hieronder om vandaag nog te beginnen met het onthullen van de mysteries van de tarot. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik zie je naar uit om je te verwelkomen in deze magische reis. Tot snel.